Hey, welkom bij de klaptafel. Ik ben een Houtale Oost en ik ben iemand tegengekomen omdat ik een koegel was en ik dacht, ik wil toch mijn broek eens laten korter maken of mijn jas laten veranderen. En toen dacht ik, op haar website? Memory knuffels, wat is dat? En dan, dat gaat Aniek even uitleggen. Dag Aniek. Hallo Christel. Aniek. Ja. Ik was zo aan het googelen en ik dacht van ja, ik moet mijn kleedje laten vermaken. Dus ben ik toch op de juiste plaats. Ja, ja, zeker. Zeg me eens eerst hoe uw winkeltje noemt. Naaikamer Xabri. En van waar komt die naam? Xabri komt van mijn kindjes Xander en Britt. Kindjes zeg ik, ze zijn van 18 en 12. Dus. Oh, echt? Ja. En dan heb je dat samen. Hoe is uw passie eigenlijk voor naaien ontstaan? Oh, ik heb dat altijd wel leuk gevonden. Maar ja, ik heb boekhouding gedaan en dan is het aan de kast geschoven. Totaal iets anders, hè? Ja, mijn zus ging trouwen en ik in kleding vond, dus ben ik maar gewoon gestart. Echt? En hoe lang doe je dit al? De zaak doe ik nu van 2014. Oh, dat is toch... Ik kan nu niet zo snel tellen. Dat is toch wel eventjes, hè? Ja, dat is wel... Ja, amai. Ja. Aniek, je kunt hier ook bijvoorbeeld... kunt hier ook een trouwkleed laten maken. Dat is misschien... Ik heb ooit een trouwkleed echt gemaakt, ja. Oh, wauw. Ja, ja. Wow. En zowel een rits inzetten... Rits inzetten, broek in korte, jurk in een korte... extra voering in laten zetten. Je kunt niet zo gek bedenken of... Bijvoorbeeld, er heeft iemand een kapotte knie of zo. Dat gaat knielappen. Of ik weet niet of ze dat gaan doen. Hè. Nee, maar ik heb wel heel veel jeansbroeken gehad. Vooral van mannen. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar altijd gescheurd aan de zakken. Dus die kunnen ook nog wel herstellen. Ja. Ja. Maar ik ben vandaag... En, dat mogen we ook niet vergeten. Maar ook doet je borduren. Ja, borduren op kleding en geschenken. Ja. Ook voor bedrijven eventueel. Dat logo daarop kan komen. Bedrukken op gepersonaliseerde geschenkjes, dus van alles. Want je hebt mij daar juist verteld dat hiernaast een hele hoop kokskleren liggen. Ja, heel veel koksvesten om de naam op te borduren. Ja, wauw, ja. Hè? Dat is wel leuk, hè? En ook voor een rusthuis heb je dat gedaan? Ja, voor rusthuis. Iemand die daar werkt, heeft haar kleding laten doen, dus dat is wel tof. Ja, amai. Ja. Maar ik ben vandaag eigenlijk hier omdat dat... mij een klein beetje heeft nieuwsgierig gemaakt van die memory knuffel. Ja. En leg mij dat eens een keer uit wat de bedoeling is van die memory knuffel. Ja, ik ben daarmee gestart omdat mijn vader is overleden en ik zelf niks van hem heb. Mm-hmm. Dus ik wil eigenlijk dat de mensen een mooie herinnering hebben aan een persoon die ze verliezen. Mm-hmm. Dus ik maak de knuffel uit de kleding van hun. Ja. Amai. En... is het ook soms bijvoorbeeld als er een kindje is overleden of zo? Dat heb ik ook al gedaan, ja. Van de tekentjes en het eerste kleedje en een knuffeltje hebben we dan een mooie knuffel gemaakt. Ja. Maar het zou ook eigenlijk kunnen zijn, ik zeg ze maar iets, als je hond is overleden, dat je dan... Ja, daar kun je ook wel leuke dingen mee maken, ja. Aniek, maar nu zijn we natuurlijk over de droevige momenten. Ja. Maar je had er straks ook gezegd tegen mij, van je kunt ook eigenlijk van je trouwkleed... Ja, of voor een speciaal moment uit je leven. Want dat is ook een memory, hè? Ja, wat je wil blijven herinneren. Dus het hoeft niet per se overleden te zijn. Dus je kunt ook je trouwjurk of de eerste babykleertjes. Of kun je nog? Ja. Ja, zo gek op. Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk wel... Toen dacht ik, ik heb mijn trouwkleed, ligt ook nog in de kast. Ja. Dus ik weet niet wat ik... Ja, nu moet ik nu toevallig nog een fotoshoot daarmee doen. Ja. Maar ik ben het zwart getrouwd en met heel veel kant en zo. Ja. Dus daar zou je wel ook wel een hele mooie knuffel van kunnen maken. Hè? Ja. Aniek, hoeveel uur ben je daarmee bezig? Ik denk toch in een 3-4 uur, omdat ik daar wel mijn tijd in steek. Ik wil dat niet rap doen, dus ik steek echt mijn tijd erin. Mm-hmm. Zien wat ik met welk patroon deel ik ga gebruiken voor wat. Dus de handjes en voetjes. Dus ik steek er echt wat tegen. Ja. Dus die mensen die komen naar hier met eigenlijk kledingstukken van wat ze zelf gedragen hebben. Hè? En als het dan iemand overleden is, wat die gedragen heeft. Ja. En dan gaat je eigenlijk uit die soorten stof, gaat je eigenlijk patroontjes dan de knuffel maken. Ja. Ah, want dan heb je, als we hier kijken, dat is dan verschillende soorten stof, denk ik, die je gebruikt hebt. Deze is van een hemd en een broek gemaakt. Ja. En dan de cravat, wat hij altijd droeg.
Oh, echt? Ja. Ja. Hou je toch bij feesten. Ja. En wat wel leuk is, aan de achterkant van die beer, ja. Kan je misschien eens laten zien, ja. Zit dan een ritssluiter. Dat is hem opgelapt. Ja. Voilà, ça. En wat is dat de bedoeling van? Daar kunnen de mensen iets insteken. Bijvoorbeeld een juweeltje. Ik heb iemand geweten die ging daar de bankkaart insteken. Dus iets wat een dierbaar is. Ja, ik zou mijn trouwring erin steken. Of een trouwring, ja. Ja, dat is echt wel. En de voetjes, want bij deze, maar we kunnen deze dus niet. Deze. Ja. Kunt jij ook dus op laten borduren. Borduren, ja. Dat is heel mooi. Ja. Heel, heel mooi. Annick, hoeveel kost zo'n beer? Zo'n beer komt 120 euro. Ja, want normaal, want je zit er toch eigenlijk al heel wat uurtjes aan bezig. Inderdaad, ja. En je kunt die natuurlijk ook wassen, hè? Als je dat wilt. Als doen je dat wilt. Ik denk de meeste niet, omdat dan waarschijnlijk de geur weg is. Dus de meeste gaan dat niet doen. Die houden ze gewoon, ja, ofwel zetten ze die op de kast. Of like mijn kinderen, die pakken die mee in bed. Ja. Echt. Oh. Ja, want daar kun je eigenlijk alles, daar kun je mee echt knuffelen. Ja, kun je mee knuffelen, kun je alles tegen vertellen. En dan zo is. En al die roddels. Ja. En dan blijft het. En zo is de persoon toch bij u, hè? Annick, je hebt me daar straks ook verteld dat je soms moet, ja, als ik dat mag zeggen, afsluiten. Ja. Want ja, als ik neem dat wel aan, daar had ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Als je die kledingstukken komt afgeven, ja, dat is al een beslissing die je neemt. Maar als je dan het beertje ziet. Ja, dat is altijd heel ontroerend, hè? Ja, dat kan dus, traantjes van geluk zijn, kan ook traantjes van verdriet zijn. En niet alleen van de persoon die komt afhalen, want meestal ben ik dan mee aan het huilen. Ja, dat snap ik wel. Dus daarmee dat ik me toch soms moet afsluiten. Ja. Annick, waar kunnen ze u vinden? Hier in Houtalen Oost, op de Cederstraat nummer 30. En heb je een website? Ja, ik heb een website, gewoon naaikamerxabri.be. Ja. En dan nog Facebook, Instagram en TikTok. En TikTok, want daar heb ik TikTok ook gezien. Annick, kunnen wij u... ik wil toch nog wel... Dat kaartje vond ik heel, heel mooi. En ik ga dat toch even voorlezen. Wat hierop staat geschreven. Lieverd, je bent nu achter met je verdriet, een gemis, een leeg gevoel. Je bent een dierbaar verloren en je verdriet is groot. Om je hierbij te troosten, ben ik er. De memory knuffel. Ik geef je kracht, steun en een glimlach. Ik ben speciaal en uniek gemaakt uit de kleding van de persoon die jij nu mist. Geef mij een knuffel en je denkt terug aan al die mooie herinneringen. Zo is de overleden dierbare altijd dicht bij jou. En kort bij mij, hartje, kan je assen of iets dierbaars steken. Met mij aan je zijde kan je alles aan. Dikke kus. De memory knuffel. Hoe mooi is dat gezegd? Heel mooi. En over nagedacht. Ja, zeker. Ja. Die gedachte om die memory knuffel te maken, hoe is dat bij je eigenlijk ontstaan? Er is iemand gekomen van, kun je dat maken? En dan ben ik er verder over beginnen nadenken. En ik wil ze gewoon allemaal iets leuk geven. Ja, dat is ook mooi. Ja. Dat is ook mooi. Annick, er is nog iets in de pipeline. Ja. En dat is... Ik ben van alle cursussen aan het volgen. En één daarvan is het maken van corsetten. Wauw! Ja. Hoe chic is dat? Ja. Ik denk, is dat hier ergens in de buurt? Volgens mij niet. Ik weet niet. Zullen wel mensen zijn die dat maken, maar zover ik weet niet. Maar als je dan corsetten... denk je dan aan wat, denk je dan? En welke richting gaat je dan uit? Ja, dat is nog een beetje twijfel, maar gaat het naar de boudoirfotografie gaan? Of toch eerder naar trouwjurken? Ik ben nog... Daar zit je nog niet. Komt wel. Wanneer denk je ongeveer? Nee. Heb je daar zo'n deadline of zo? Of zeg je, nee, laat me met rust, ik wil het op mijn gemak doen. Ja, deadlines zijn niet zo goed voor mij. ik ben nu de cursus begonnen, dus ik zit nog maar aan het begin. En er zijn heel veel stapjes, maar bij de cursus moeten we sowieso al 3 corsetten maken. Dus die gaan toch wel gepost worden. Goed zo. Ja. Als je een model nodig hebt, ik stel mij wel een model. Maar ik weet niet voor de camera. Annick, je hebt wel iets heel speciaals voor onze kijkers, wat je weggeeft.
En dat is... Ta-da-da-da. De memoryknuffel. Oké. De eerste die een mailtje doet naar kristel@deklaptafel.be heeft een memoryknuffel een waarde van 120 euro. Dus zeker de moeite waard. Dan dank ik u heel hartelijk voor dit leuke interview in uw mooi atelier. Dank u. Goed gedaan. Het was heel plezant. Ja. En dan zeg ik tegen jou, tot volgende keer. En vergeet niet, heb je een broek om korter te maken of wil je een memory knuffel hebben? Kom naar Aniek. Dag. 'Deklaptafel' geeft in samenwerking met Catering Express 10 weken lang iedere week barbecuepakketten weg. Iedere week barbecuepakketten te winnen, 1 keer 4 personen en 2 keer 2 personen. Hoe kan je een barbecuepakket winnen? Iedere donderdag om 20 uur plaatsen we op ons YouTube-kanaal een nieuwe reportage. In deze reportage staat een code. Mail deze code naar kristel@deklaptafel.be. Bij de code staat vermeld hoeveelste mail de prijs wint. Hey, hallo, welkom bij de klaptafel. Zoals je ziet zit ik helemaal in de bloemetjes. Mijn naam is de bloemenmaat en dan heb ik daar een ideetje gebracht. Samen met de bloemist Passiflora uit Zonderhoven en de klaptafel gaan we bloemetjes wegschenken. Iedere week opnieuw. Wat moet je doen dan? Als jij iemand weet wie een bloemetje verdient, dat je zegt van die persoon verdient een bloemetje, stuur dan het verhaal waarom dat ze een bloemetje verdient. Dus we op de klaptafel op een beetje. Wat moet je doen? Natuurlijk het verhaal sturen. Ons volgen. Zeker op Passiflora, Gelukkigst volgen op haar Facebook-kanaal. En wie weet kan jij iemand gelukkig maken. En ik word jouw vertrouwen. Dag!